Wanneer je last hebt van een hoge bloeddruk en hier niks aan doet, zul je op den duur de gevolgen van een hoge bloeddruk ervaren. En aangezien een goede 4 miljoen mensen in Nederland hier last van hebben, is het goed om bij dit onderwerp stil te staan, zodat je weet wat je te wachten staat als je niks aan je hoge bloeddruk doet. Of in ieder geval weet je wat je kunt voorkomen als je ervoor kiest om er wel iets aan te doen. Ik ben Ali van Ziektevrij Leven en in deze video geef ik je de 10 gevaarlijkste en belangrijkste gevolgen van een hoge bloeddruk op de lange termijn. Gevolg 1. Hartaandoeningen. Bij een hoge bloeddruk moet het hart veel harder werken dan normaal. En door dit harder pompen zal de hartspier ook dikker worden om maar tegen die hoge druk in te kunnen pompen. Het probleem hiervan is helaas dat een dikkere hartspier vaak tot hartritmestoornissen leidt en uiteindelijk een verminderde hartfunctie oplevert. Wanneer je hart minder goed kan pompen, uit dit zich op verschillende manieren. Zo kun je kortademig voelen, pijn op de borst ervaren, zwelling in ledematen zoals benen of voeten ervaren en hartritmestoornissen zoals hartkloppingen ervaren. Daarnaast helpt het niet dat door een hoge bloeddruk de bloedvaten in het lichaam verstijven en beschadigd raken. En dat geldt ook voor de bloedvaten die het hart zelf doorbloeden. Daardoor krijgt het hart zelf niet genoeg zuurstof of voedingsstoffen om goed te functioneren, waardoor de kans op hartfalen steeds meer toeneemt naast het verdikken van die hartwand. Als klap op de vuurpijl heb je dan ook nog dat die hoge bloeddruk de binnenkant van je bloedvaten kan beschadigen, waardoor zich allerlei spul kan ophopen in die bloedvaten, zoals cholesterol. En dan krijg je plakvorming, wat de vaten verder afdicht, waardoor de doorbloeding van de hartvaten nog verder afneemt. En het kan ook nog zo zijn dat dit plak losschiet, waardoor je een infarct krijgt. Dus als je door het dichtgaan van de vaten niet een hartaanval krijgt, kan het losschieten van het plak ergens anders een infarct veroorzaken. En deze problemen ontstaan al relatief snel bij een hoge bloeddruk. Vanaf een druk van ongeveer 140 mm kwik kunnen de eerste hartproblemen al ontstaan. En des te hoger de waarde natuurlijk, des te groter en erger de schade zal zijn met alle gevolgen van dien. Gevolg 2. Aneurysma. Bloedvaten zijn normaal gesproken zowel sterk als elastisch. Het probleem bij een hoge bloeddruk is helaas dat de vaten verstijven en vernauwen door de hoge bloeddruk. En een probleem hierbij is dat de binnenkant van je bloedvaten door de hoge druk kan gaan scheuren. Hierbij ontstaat een situatie waarbij de binnenbekleding van zo'n bloedwand scheurt, terwijl de buitenbekleding nog intact is en krijg je een bloeduitpuiling in zo'n bloedwand, wat we een aneurysma noemen. Het probleem van zo'n aneurysma is tweedelig. Enerzijds kan zo'n aneurysma knappen, doordat je de binnenbekleding kwijt bent en dus minder bescherming hebt tegen de hoge bloeddruk. Als dit knapt, dan heb je een interne bloeding. Gebeurt dit bijvoorbeeld in je hersenen, dan heb je een hersenbloeding. Anderzijds is het zo dat het bloed wat in zo'n aneurysma stroomt, of eigenlijk niet stroomt, kan gaan stollen omdat het niet weggesleept wordt en tegelijkertijd de buitenbekleding van je bloedwand veel minder glad is dan de binnenbekleding. En ons bloed werkt nu eenmaal zo dat als het in contact komt met ruwe oppervlakte, dat het dan automatisch gaat stollen. Of als het stilstaat, gaat het ook stollen. In een aneurysma gebeurt eigenlijk beide. Je hebt daar een ruwere bekleding en tegelijkertijd minder goed stromend bloed of stilstaand bloed, waardoor het kan gaan stollen. Het probleem van stollend bloed is dat je stolsels in je bloed krijgt. En die kunnen ergens gaan vastlopen. Krijg je dat bijvoorbeeld in je hersenen, dan heb je een herseninfarct. Krijg je dat in je hart, dan heb je een hartinfarct. Al met al, verre van ideaal en gezond om dit te ervaren door een hoge bloeddruk. Gevolg 3. Nierproblemen. Zoals je inmiddels hebt gehoord, zorgt het verstijven en vernauwen van bloedvaten door een hoge bloeddruk voor enorm wat problemen in je lichaam. En je nieren blijven helaas niet gespaard. Je nieren zijn het filtersysteem van het lichaam. En het spreekt dan ook voor zich dat ze behoorlijk goed doorbloed zijn om alles wat in je bloed rondzweeft te kunnen filteren en uit te kunnen plassen. Helaas zorgt de hoge bloeddruk voor een verstijving en vernauwing van de bloedvaten die richting de nieren gaan.
en hierdoor neemt de nierfunctie af. Het helpt daarbij ook niet dat een hoge bloeddruk haarvaten in het lichaam kapot maakt, zo ook in de nieren, wat de bloedaanvoer en bloedafvoer van de nieren nog verder kapot maakt. Een hoge bloeddruk die nierproblemen veroorzaakt, is dubbel zo gevaarlijk. Want als je nierfunctie achteruit gaat, dan ben je minder goed in staat om afvalstoffen te lozen en overtollig vocht uit te plassen. Nu is het al erg genoeg dat je niet genoeg afvalstoffen kunt lozen, maar vooral het vochtgedeelte niet kunnen lozen is een probleem. Want overtollig vocht, wat je gaat vasthouden, verhoogt de bloeddruk nog meer. Waarom? Heel simpel. Vocht wat extra in je bloedvaten zal blijven, zal de druk verder verhogen, zoals extra water in een leiding voor de verhoging van druk zorgt. Het probleem hiervan is dat je in een vicieuze cirkel belandt. Door de hoge bloeddruk krijg je een slechtere nierfunctie. Daardoor ga je meer vocht vasthouden. Meer vocht zorgt weer voor een hoge bloeddruk. De hoge bloeddruk zorgt voor nog meer schade aan je nieren. Daardoor hou je nog meer vocht vast. En zo zal deze vicieuze cirkel doorgaan totdat je uiteindelijk het stadium bereikt van nierfalen. Daarbij werken je nieren eigenlijk niet of nauwelijks. En zul je bijvoorbeeld aan de dialyse moeten omdat je nieren simpelweg stoppen met werken of nagenoeg stoppen met werken. Gevolg 4, leverschade. Je lever is het ontgiftingsorgaan van je lichaam. Alles wat je eet of drinkt wordt opgenomen vanuit je maag-darmkanaal en gaat via de bloedvaten richting de lever om daar in ieder geval een eerste controle te ondergaan. Daar kan je lever bepalen hoe het ontgift gaat worden of het ontgift gaat worden. En het spreekt dan ook voor zich dat je lever als orgaan zeer goed doorbloed is. Helaas is het zo dat je lever door een hoge bloeddruk behoorlijk wat schade kan ondervinden. Vaak begint dit met ontstekingen in de lever door de hoge bloeddruk. Hierdoor kan littekenweefsel ontstaan, een situatie die we fibrose noemen. En als dit erg genoeg wordt, kun je een situatie krijgen die levercirrose heet. Daarbij wordt gezond leverweefsel vervangen voor niet functionerend littekenweefsel. En het spreekt dan ook voor zich, als deze verandering plaatsvindt, dat je leverfunctie meer en meer af zal nemen. En dus ook het ontgiftende vermogen van je lever af zal nemen. Daarnaast is het ook zo dat niet alleen de lever zelf qua functie erop achteruit gaat, maar ook de balans in de lever. Normaal gesproken is er een hele goede balans tussen bloedaanvoer, bloedafvoer, galproductie, ontgiftingskracht. En door die hoge bloeddruk en door die littekenweefselvorming zal deze balans uit balans raken, waardoor je leverfunctie nog meer achteruit gaat. Nu is het gelukkig zo dat je lever best wel veel kan hebben. En zelfs als ik nu de helft van je lever wegsnijd, dan groeit die voor een groot deel weer terug. Maar het probleem van littekenweefsel is dat als het eenmaal littekenweefsel is, dat het nooit meer terug kan gaan. Dus daar kan ook niet iets anders voor in de plaats groeien. Ja, je kunt een deel van je leverfunctie missen, maar op een gegeven moment komt er een punt dat je te veel hebt verloren en dan krijg je leverfalen. En als je leverfalen hebt, dan ben je eigenlijk de pineut, omdat dit bijna garant staat aan overlijden. Je lever is namelijk niet te vervangen door een dialyseapparaat of een kunsthart. Het is een van de weinige organen die, als die gaat falen, dan ben je echt de pineut en dan is het einde nabij. Gevolg 5, oogproblemen. Net als bij diabetes type 2 zijn de ogen ook heel gevoelig voor een hoge bloeddruk. En dat komt omdat een hoge bloeddruk op verschillende manieren de ogen kan aantasten. Enerzijds kan het de kleine haarvaten in je ogen direct kapot maken, waardoor je slechter gaat zien of zelfs blind wordt. Anderzijds kan de hoge bloeddruk voor het uitpersen van vocht uit die bloedvaten zorgen, waardoor je vochtophoping in je netvlies krijgt. Hierdoor ga je wat wazig zien of wat wateriger zien dan normaal. En anderzijds kan het ook zo zijn dat de hoge bloeddruk de bloedvaten kapot maakt die zuurstof en voedingsstoffen richting de zenuwen sturen die je oog aansturen vanuit de hersenen, maar ook het signaal vanuit je ogen naar de hersenen sturen. Als de doorbloeding van deze zenuwen slechter wordt of helemaal kapot gaat, dan ga je ook slechter zien of word je blind. Deze hypertensieve retinopathie kun je helaas niet oplossen. De enige manier om het op te lossen is de bloeddruk verlagen. Als de schade er eenmaal is,
is het lichaam tot zekere mate in staat om dingen te herstellen. Maar als de schade te ver heen is, dan is dat helaas niet meer mogelijk. Dus veel schade in je lichaam aan dit soort organen is permanent. Mits je er op tijd bij bent en mits je de kans geeft aan je lichaam om de boel op tijd te kunnen herstellen. Maar als je hele huis is afgebrand, alleen de voordeur staat nog, ja, dan valt er niet heel veel meer te redden. Maar heb je ergens een klein brandje, dan valt dat nog te blussen. En zo werkt dat met de organen in je lichaam in combinatie met een hoge bloeddruk ook. Vind je deze video leerzaam en wil je meer van dit soort gratis video's ontvangen? Vergeet dan niet om ons een like te geven en je gratis te abonneren op dit YouTube-kanaal. Zo mis je geen enkele video die wij publiceren over bloedsuikerproblemen, hoge bloeddruk of cholesterol. En help je ons om meer mensen in onze maatschappij te bereiken om ze zo te helpen naar een gezonder leven. En nu terug naar de rest van de gevolgen. Gevolg 6, metabool syndroom. Metabool syndroom werd vroeger ook wel syndroom X genoemd. En dit is een combinatie van bepaalde welvaartsziekten die je vaak in combinatie ziet terugkomen in de wat oudere populatie. De vier ziekten of vier aandoeningen of vier kenmerken die je vaak ziet terugkomen is een hoge bloedsuiker, een hoge bloeddruk, een slecht cholesterolprofiel en overgewicht, vooral rond de buik. Hoewel het vroeger heel nieuw was om deze combinatie van aandoeningen heel veel te zien in mensen, weten we inmiddels heel goed waardoor dit ontstaat. Het zou je misschien niet verbazen als je onze video's vaker hebt bekeken, maar het ontstaat door een ongezond eet- en drinkpatroon. Het is dan ook niet heel verrassend of gek om te zien dat iemand die een hoge bloedsuiker heeft, uiteindelijk ook last krijgt van een hoge bloeddruk of slecht cholesterol. En andersom is dat net zo. Iemand die begint met een hoge bloeddruk zal op den duur ook een slechte bloedsuiker krijgen en cholesterolproblemen. En dat komt omdat de oorzaak van al deze ellende overlapt, namelijk het eet- en drinkpatroon van de meeste mensen. Hoge bloeddruk veroorzaakt dan eerlijk gezegd ook niet per se metabool syndroom, maar het is wel een waarschuwing voor je voor wat je te wachten staat als je er niks aan doet. Althans, als je niks aan de oorzaak van het probleem doet. Want als je een hoge bloeddruk hebt, dan staat je te wachten dat je een hoge bloedsuiker krijgt, een slecht cholesterolprofiel, als je dat niet al hebt. En het werkt niet om je hoge bloeddruk te verlagen met medicatie en zo hopelijk ook de hoge bloedsuiker of cholesterolproblemen te vermijden. Omdat je met hoge bloeddrukmedicatie de oorzaak van het probleem niet aanpakt, zul je de oorzaak van de hoge bloedsuiker, cholesterol of overgewicht ook niet aanpakken. De enige manier om dat aan te pakken is je levensstijl te verbeteren. Anders krijg je het ene na het andere pilletje en ga je alleen maar beroerder voelen zonder dat je de oorzaak van het probleem aanpakt. Gevolg 7, hersenschade. Hersenschade door een hoge bloeddruk wordt ook hypertensieve encefalopathie genoemd. En dit kan zich op verschillende manieren uiten. Het kan zich uiten in een hersenbloeding, in een herseninfarct of een hypertensief spoedgeval waarbij er zwelling plaatsvindt in je hersenen en je dus ook per direct opgenomen moet worden in het ziekenhuis om die druk te verlichten. Vaak ontstaat dit door bijvoorbeeld sterke hoofdpijn of misselijkheid of verwardheid. Eigenlijk allemaal dingen die ontstaan door een verhoogde druk in je hersenen, waardoor je hersenen niet goed meer in staat zijn om te functioneren. Als de druk in de hersenen zo hoog wordt, dan kan het zelfs voorkomen dat je epileptische aanvallen krijgt. Puur en alleen doordat de druk in de hersenen toeneemt. Nu is het eigenlijk zo dat deze problemen pas ontstaan als de druk echt hoog wordt. En dan heb ik het over een bloeddruk van boven de 200 mm kwik. Het zal dus niet bij een beginnende hoge bloeddruk plaatsvinden, maar op den duur, als je bloeddruk alleen maar stijgt en stijgt door bijvoorbeeld het toenemen van nierschade of wat dan ook, zal de bloeddruk uiteindelijk ook zo hoog kunnen worden dat je hersenproblemen krijgt. En die hersenproblemen ontstaan eigenlijk door een combinatie van dingen die we vaker hebben zien terugkomen in deze video. Enerzijds heb je dat de bloedvaten verstijven en vernauwen, waardoor de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de hersenen vermindert. Dat zorgt voor hersenschade. Anderzijds heb je dat bloedvaten kunnen knappen. En het vrijkomen van bloed in de hersenen is heel slecht, omdat bij het afbreken van die bloedstolsels er veel gifstoffen vrijkomen die niet goed zijn voor je hersenen en verdere schade veroorzaken. Daarnaast is het zo dat bij het knappen van die bloedvaten er ineens meer vocht in de hersenen
vrijkomt, waardoor de druk in de hersenen alleen maar toe kan nemen. Dus je ziet dat er een combinatie van factoren is die voor hersenschade kan zorgen. En het probleem met je hersenen is dat ze relatief gevoelig zijn voor schade. Als er eenmaal schade is, als er eenmaal een gebied kapot is, dan is het eigenlijk niet meer te herstellen en kan je lichaam dat ook niet meer verbeteren. Je ziet dan ook dat de hersenen niet anders zijn dan andere organen in ons lichaam. Als er eenmaal dusdanige permanente schade heeft plaatsgevonden, dan is er ook op geen enkele manier dat stukje meer te redden. Je kunt de rest van het orgaan misschien nog in leven houden en verbeteren. Maar wat dood is, wat echt littekenweefsel is geworden of gewoon afgestorven is, is helaas echt afgestorven. Gevolg 8, vasculaire dementie. Het is goed om deze even te noemen als je de tip hiervoor ook belangrijk vindt en hebt gehoord. Vasculaire dementie is een vorm van dementie die ontstaat door een te hoge bloeddruk. De oorzaak hiervan is helaas de schade die ik hiervoor al heb uitgelegd. Door het vernauwen en verstijven van bloedvaten, door lekkage van vocht, door het knappen van bloedvaten, krijg je een achteruitgang van je hersenen. En aangezien de kans op het krijgen van een hoge bloeddruk stijgt naarmate je ouder wordt, en ook de kans op het krijgen van dementie überhaupt stijgt als je ouder wordt, krijg je hierdoor een combinatie die vrij ongezond is. Namelijk dementie die erger wordt of veroorzaakt wordt door een hoge bloeddruk. Onderzoek laat dan ook zien dat mensen die 15 tot 40 jaar lang gevolgd zijn voor dat onderzoek een veel hogere kans op vasculaire dementie laten zien als ze een hoge bloeddruk hebben. En als je bij het vorige gevolg goed hebt opgelet, weet je nu ook wat de oorzaak hiervan is. Gevolg 9, tinnitus. Tinnitus is een ander woord voor oorsuizen en ook dit zie je bij hoge bloeddrukpatiënten heel vaak terugkomen. Zo weten we uit een Amerikaans onderzoek dat 44,4% van alle tinnituspatiënten ook een hoge bloeddruk hebben. En we weten ook bij die groep mensen uit dit onderzoek, als je ze bijvoorbeeld bloeddrukverlagende middelen geeft, dat de tinnitus beter wordt of zelfs weggaat. Dit laat ons heel sterk zien dat een hoge bloeddruk tinnitus kan veroorzaken of in ieder geval kan verergeren. En het is ook niet heel gek om deze link te zien. Bij een hoge bloeddruk moet je hart bijvoorbeeld veel harder kloppen. En aangezien de afstand tussen je hart en je oren niet per se heel ver is, zullen deze dreunen doordreunen naar je gehoorapparaat. Dit kan al een deel van de tinnitus veroorzaken. Daarnaast is het zo dat er heel veel grote bloedvaten langs je gehoorapparaat vloeien. Bij een hoge bloeddruk zal er ook meer bloed langs vloeien en meer dreunen door dit bloed echoen. En ook dit zul je horen in je gehoorapparaat, wat een deel van de tinnitus kan verklaren. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat je oor- en gehoorapparaat goed doorbloed is. En een hoge bloeddruk ook hier de boel verstijft, vernauwt, beschadigt en mogelijk vocht laat lekken. Ook dit kan je gehoorapparaat nadelig beïnvloeden en een deel van de tinnitus verklaren. Het is al met al dus geen verrassing dat mensen die een hoge bloeddruk hebben tinnitus ervaren en mensen die tinnitus hebben erachter komen dat ze ook een hoge bloeddruk hebben. En dus ook dat het verlagen van de bloeddruk uit onderzoek is gebleken de tinnitus flink kan verbeteren of helemaal weg kan halen. Tinnitus kan zich op verschillende manieren uiten en dan bedoel ik verschillende geluiden. Veel mensen kennen tinnitus als een piepend geluid in je oren. Maar bij een hoge bloeddruk hoor je vaak een kloppend geluid of een suizend geluid, wat natuurlijk het idee ondersteunt dat je de dreunen van het hart hoort of het langsvloeien van het bloed. Gevolg 10, vermoeidheid. Vermoeidheid heb ik al uitgebreid behandeld in mijn video over de symptomen van een hoge bloeddruk. Mocht je deze niet hebben gezien, klik dan even hier of een link ervan in de beschrijving van deze video. Hoewel ik het daar als symptoom heb behandeld, is het eigenlijk een gevolg van een hoge bloeddruk die als eerst vaak tot uiting komt. En de reden daarvoor is heel simpel. Door de hoge bloeddruk is de werkdruk van je hart veel hoger. Je hart moet veel harder werken om de boel rond te pompen. Dit kost veel moeite en veel energie van het hart, wat al een deel van de vermoeidheid kan veroorzaken. Maar op den duur wordt je hart steeds minder goed in het rondpompen van je hoge bloeddruk. Mede door bijvoorbeeld het verdikken van je hartspier. Uiteindelijk zal je hart minder goed functioneren door hartfalen en dus minder goed in staat zijn om zuurstofrijk bloed rond te pompen
voedingsstoffen rond te pompen en afvalstoffen terug af te voeren naar bijvoorbeeld je nieren om ze uit te scheiden. Al met al, deze combinatie, vooral voor het niet genoeg kunnen aanleveren van zuurstof en voedingsstoffen naar organen en spieren, zal voor vermoeidheid zorgen. En ook dit is natuurlijk niet heel ondenkbaar. Als je organen en spieren niet meer genoeg bloed krijgen en dus niet meer genoeg zuurstof en voedingsstoffen krijgen, dan zul je vermoeid zijn. Het is hetzelfde alsof jij nu ineens 50% minder gaat eten dan dat je normaal gesproken eet. Dat kun je vast een week of twee volhouden, maar op den duur komt de man met de hamer langs en zal de vermoeidheid beginnen. Simpelweg omdat je spieren en organen niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen krijgen om normaal te functioneren. Zoals je hebt kunnen horen en zien zijn de gevolgen van een hoge bloeddruk allesbehalve prettig en allesbehalve gezond. Je zou er dus alles aan moeten doen om deze bloeddruk te verlagen om zo de gevolgen te voorkomen of in ieder geval te verminderen als je er al last van hebt. We weten gelukkig dat de voornaamste oorzaak voor het krijgen van een hoge bloeddruk is een ongezonde levensstijl. En dat betekent dus ook dat een gezonde levensstijl de boel flink kan verbeteren en veel ellende kan verminderen of volledig kan omkeren. Wil je meer informatie over het verlagen van je bloeddruk en het omkeren van je hypertensie? Ga dan naar ziektevrijleven.nl en schrijf je daarin voor ons bloeddruk verlagen geheim. Een link hiervan kun je ook in de beschrijving van deze video vinden. Dit is een gratis document dat wij hebben samengesteld voor mensen met een hoge bloeddruk, waarin we je uitleggen wat nou een hoge bloeddruk is, hoe het ontstaat bij de meeste mensen en wat je kunt doen om het te verbeteren, voorkomen en zelfs volledig om te keren met een gezonde levensstijl. Mocht je nog vragen hebben over deze video, laat dan even een reactie achter hieronder en dan zie ik je graag in een volgende video weer terug.